Ja, wanneer heb jij een grote familie en wanneer heb je veel volk gebracht? Ja, naast mijn ouders, schoonouders en broers heb ik inderdaad een pak vrienden mee. Mensen uit mijn poldebestuur en gemeentebestuur en daarnaast ook mensen van de bankreden. Nu, het bedrijf, ik stel het al heel kort voor, vertel ik er zelf meer over. Wel, dus wij hebben een Belgisch wit-blauwe rundveebedrijf met daarbij een uitsnijderij met rechtstreekse afzet vanaf Benelux. Een uitsnijderij is iets dat in Vlaanderen niet zoveel meer voorkomt. Kan je daar wat meer over uitleggen? Wat doen jullie daar precies mee en waarom die keuze? Wel, dus voor de keten rechtstreeks afzet naar de Beenhouwer om een groter publiek te bereiken. Wij willen ons ook op die manier differentiëren door een service en een specialiteit. Want vandaag, we zijn er zeker van dat we moeten produceren volgens de wensen van de consument. En dan, eigenlijk is dat dan maatwerk dat jullie doen? Dus voor een specifiek aantal slagers hebben die allemaal hetzelfde? Of wat is dat dan maatwerk dan voor hen? Nee, inderdaad. Dus de beenhouwers zijn veel eisend. Dus de ene wil roodkleurig, de andere iets lichter, een dikkere, een dunnere vetbespiering en dergelijke meer. Maar dat is de taak van mijn lieftallige echtgenoot. En op die manier kunnen jullie zorgen dat de ambacht zorgt voor hun speciale renteurzaakvergoeding. Nu, alle boerinnen die ik hier leer kennen, hebben het druk. En wat kan u helemaal tot rust brengen? Meedoen aan een avond als hier? Nee, op een mooie zomeravond, een lichtzetel met een glaasje rode wijn in mijn tuin kijken met uitzicht op de weide en de koeien die aan het grazen zijn. Ja, dat is een oké, dat klinkt niet slecht. Een beetje dezelfde vraag ook voor u. Rol opnemen als schoolsuperin is een belangrijke taak. Stel dat ze vanuit het kabinet voor landbouw ook aan u vragen om advies te geven. Wat zou jij aanbevelen? Dan zou ik sowieso onze producten van eigen bodem willen promoten. Want we mogen best wel fier zijn of van België of van eigen bodem komt. Zoals ik denk maar in een delijze met ons eigen producten staan, proevertjes. En bijvoorbeeld in de zomer een lekker entrecôte op een barbecue om te laten proeven, dan moet toch wel kunnen om ze daar een boost in te geven. Duidelijke smaak maken. Ja, zeker en vast. Dankjewel, Anne Dielemans.